En ik ben beneden. Ik heb net even een barrel hazelnut noga in de magnetron gedaan. Heerlijk. En ik ga nu mijn coaches verder helpen. Mijn Fit Happy Mama coaches, die heb ik al een berichtje gestuurd via WhatsApp. En nu mijn personal body plan coaches. En dan hoop ik daarmee klaar te zijn voor de meiden wakker worden. Mila is wakker en die had een leuke wens. Die vroeg: mam, wil je alsjeblieft een keertje pannenkoeken bakken? Dus het is 7:15. Dat ga ik even doen. 500 milliliter melk met wat kaneel. Een eitje erbij. En nog 200 gram bloem erbij. Uw bestelling, mevrouw. Zo. Mila op school inloop gehad en wij gaan lekker naar huis toe. Als Mila naar school gebracht is, dat is altijd voor mij het lastigste moment van de dag op de een of andere manier. Werkdagen heb ik nergens last van, maar als ik Mila naar school heb gebracht, heb ik gewoon trek in de ochtend. Dus ik heb even een appel gepakt en een banaan, aangezien ik net ook al een pakje 10 uurtjes koekjes op heb. Dacht ik, goh, laat ik heel even mijn fruit eerst binnenkrijgen. Ja. Ja, goed zo. Hé, hey, wat heb je in je hand? Wauw. Net even Vinted pakketje weggebracht en naar de HEMA geweest. Ik wilde namelijk even sinslingers halen en ik wilde een pakketje ophalen wat ik daar besteld had. En wat daar geleverd zou moeten zijn, maar het was er niet. En de slingers waren verder uitverkocht. Maar toen zag Lau een hele leuke mijters. Toen dacht ik, nou, oké. Ik neem ze mee. Ik heb nu mijn lunch gemaakt. 3 boterhammetjes, een beetje pesto en 48 pluskaas. Niet de meest calorievriendelijke keuze. Maar wel de lekkerste, vind ik. En dat is ook wat waard. En ik heb er een kopje champignonsoep bij. Maar voordat ik daarvan ga genieten, gaat er eerst een meisje naar bed. Hey knappie. Even kijken. Slaapzak. Ik slaap, liefie. Ga je lekker slapen? Is dat niet lekker? Hey knappie. Bah. Piesink. Pak ik hem nu af? Lekker slapen. Ben je kusje? Hey.
Mila halen van school. Hè? We gingen Mila halen. In de baggie. Doei. Geweest. Hè? Zo, wij zijn lekker gebadderd en gedoucht. Of moest echt mijn haar wassen, dus ik dacht ik doe dat vast. Het is nu 4:50, gaan we lekker eten maken. Ik heb een grote tortilla wrap en daar ga ik weer dit op doen. Yes, dat zit erop. En wat ik nu ga doen is een plakje nog verdelen eroverheen. Eentje voor mij en eentje voor de kindjes. Precies hetzelfde. Nu even in de oven en dan kunnen we eten. Moesjes? Ja. Ik heb er eentje van die. Mag? Dat zijn geen worstjes. Oh, nee, dat zijn geen worstjes, nee. Dat zijn? Wortels. Maar dan mag je er ook wel een van pikken. Wij gaan lekker eten. En voor hun met knakworstjes. Ja. Nog even een leuk boekje. En dan gaan de meiden lekker naar bed. Kindjes eindelijk op bed. Nou, Mila slaapt nog niet, maar hopelijk zo meteen. Ik zou eigenlijk een coach call hebben met een coachie van Fit Happy Mama, maar die zegt net af. Dus ja, rustige avond. Ik ga hem lekker afsluiten en nog even lekker chillen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!